De Partij van de Arbeid wil de psychiatrische zorg betrekken bij de aanpak van woonoverlast. Een groot deel van de overlast in de wijken wordt veroorzaakt door mensen met psychische klachten. Het gaat volgens de politie om honderden extra meldingen ten opzichte van een paar jaar geleden. De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over het groeiende aantal verwarde personen die amok veroorzaken. We maken ons zorgen over de toename van verwarde personen in de wijk. En wat moet er gebeuren? Wat er moet gebeuren is dat wat ons betreft gaan we het escalatiemodel dat wij sinds een jaar gebruiken in de gemeente Groningen. Dat bedoeld is voor het aanpakken van woonoverlast. Om die ook te gebruiken bij het oplossen van problemen rondom verwarde personen. Veel instanties zoals de wijkagent, wooncorporaties en meldpunt overlast komen geregeld bij elkaar om gezamenlijk de gevallen van overlast te bespreken. Het zogenoemde escalatiemodel. De partij vindt dat het gemeentebestuur deze aanpak moet uitbreiden door ook zorgaanbieders te betrekken. Het escalatiemodel gaat uit van een model waarin je begint met een melding en dan de individuele zaak goed in de gaten houdt en naarmate de klachten toenemen steeds strengere maatregelen toepast. Dus eerst melden, dan in gesprek gaan, later misschien met een waarschuwing. En dit model is op dit moment heel succesvol bij het aanpakken van woonoverlast in brede zin. En wat wij betogen is om dit model iets aan te passen en hierbij ook zorgaspecten te integreren. Bezuinigingen in de zorg zijn volgens raadslid Van der Laan een belangrijk oorzaak van de woonoverlast. Je ziet dat er daardoor krijg je meer berichten over verwarde personen. En volgens ons is het ook belangrijk om daar snel achteraan te gaan.